Tactisch is dan 2 keer 0. Hè? Evenepoel, ze brengen hem in beeld. Moet een kloofje dichten. Dat is een teken dat dit niveau... Pelé Bilbao voor hem, de man die naar Bahrein gaat. En ik zie niet meteen in welke Italiaan het nu zou doen. Nee, ik denk het ook niet direct. Remco? Ja, is dit anticiperen? Het is een chasing groep, oké. Okay. Probeer die dan ergens naartoe. Ah, dan de vluchter daar vooraan, denk ik dan toch. Het is camera 2, 19 secondjes. Die mannen dan ook weer kenden en zo, ja, blijf je bezig. En dat was, ja... Eerlijk zeggen dat de vrouwen ook zaten te kijken, ze van... Eh? We zeggen, het gaat hier vooruit, hoor. En iemand daarvoor, één oranje hemd nog. Positie of 5 verderop. Ja, ongeveer. Inderdaad. En even een poel gaat bussen brengen. Nou, is goed. Hij hoeft er niet te veel mee te nemen natuurlijk. Er zitten daar maar 2 man vooraan meer. Komt met 3 drukbussen toe. Oef. Maar je merkte dat hij wel weer naar die strook komen van Gilbert. Is ook iemand van Quickstep die er naartoe rijdt. Daar lijkt het op. Voilà, alstublieft. Ja, dat is goed. Alstublieft. Er toch maar naartoe. 147, dat is het Squins. Nummer van Squins. Ja. Goeie patriot, maar de mannen van Movistar lossen niet. Die blijven maar rijden. Zo vroeg. Zo rijden. Waarom zo hard rijden? Waarom zo vroeg beginnen? Waarom zo rijden? Ja, hou Landa wat langer aan boord. Je wil toch maar die laatste beklimming Valverde daar afzetten. Dan... Voilà. Die dachten, oei oei, straks is hij echt gaan vliegen, de vogel. Nog 1 keer aan de streep voorbij. Donostia. Los straks. Of ik voel me niet goed genoeg, of doe jij het maar. Het zijn toch zo gretig zijn. Hij komt er nog eens over en hij komt nog een woordje uitleg geven. Ondertussen zijn er weer 5 seconden bij. 40 seconden? Ja. Ja, man. José gaat zich toch eens rechtzetten. Ja. Een koers voor lichtgewichten. Hoeveel weegt we Evenepoel? Geen idee van eigenlijk. Dan gaan er geen 70 zijn. Hè? Dat kunnen winterkilo's zijn, dat kunnen zomerkilo's zijn. Ja. Dat durft wel eens. Maar alleszins kom je dan wel in de categorie waarmee je hier iets kan doen. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Goed. Is de man in de buurt? Maar iedereen nog mee. Mollema. Dat is nog altijd niet vol. Hè? Nee. Er kan nog veel volk mee. Van Avermaat ook nog altijd in positie. Goed. Valverde probeert ze daar wat breder te zetten. Want is dat van niet beter kunnen? Dat zou ook zomaar eens kunnen. Ook bij Remco Evenepoel heb nu toch wel dat gezicht een rimpeling. Dat vertrekt even. Die gaat mooi oud worden, bedoel je? Ja, dat zou kunnen. Een beetje zoals jij. De klok is ondertussen al boven gehaald in het kamp de Kouwer. Goed teken. 40 seconden. Maar hij moet bijna boven zijn. Hij moet er bijna zijn. Kijk nog eens op je roodboek. Wanneer komen we boven? Op hoeveel van de streep? We moesten al boven zijn. We moesten al boven zijn. 8 kilometer 3. Potverdorie. Dit is de bocht naar links. Dit is de bocht naar links. Dit is een steile bocht naar links. Dan zijn we er bijna. Hinder zijn we boven. 36 seconden nog. Ja, er zit gang op. Mensen, zijn we getuigen van een nummer? We gaan er voorlopig nog wel altijd met voorwaardelijke wijze over spreken. We zijn boven. Rechts. En naar beneden. Groot schakelen. En ook aan tijdrijden. En ook deze zone heeft hij natuurlijk verkend. Wilfried Peters mee. Ervaring genoeg. En afdalen kan hij ook, hebben we gezien. Moet niet te gek doen, inderdaad. Nee, afdalen kan hij wel. Wat heeft die man dit jaar al in zijn eerste jaar bij de profs? Jongens. Iedereen dacht, laat hem rustig groeien. Hij is al een halve kilometer verder. Hij gaat naar zijn overwinning. Daar zal een headliner in zitten voor het journaal. Daar moet je niet aan twijfelen. De kranten gaan weten waarover te schrijven. Hij gaat nog doorrijden. Hij gaat nog eens demareren. Ja, wat is dat hier? Ja, hij gaat achter G. Carty. De laatste kilometer brengt ons een grote overwinning voor Remco Evenepoel. 44 seconden rijdt hij rijdt ervan weg. Als ze niet oppassen, hebben ze een minuut aan hun broek. Alsjeblieft. Zo'n jonge kerel die dit doet, want dit... Ja... Hebben we bij wijze van spreken niet meer gezien sinds Van den Broeke natuurlijk. Nee. Eerste tiener sinds Victor Fastre in 1909 die Luik-Pastenaken-Luik won op 18 jaar, bijna 19 jaar. Evenepoel zet de boel naar zijn hand, rijdt iedereen naar huis en is de winnaar van de Classica San Sebastian. Alsjeblieft. Met de groeten van Remco. Squins weg. Ik zal deze visitekaartje afgeven. Ja, man. Die van Astana wisten waarom ze moesten rijden. Hè? Ze wisten het, maar ze kwamen te laat. Van Avermaat, Roach nog. Van Avermaat, 2. Toch weer Greg. Ja,
2 voor Hirschi, denk ik. Ah, is het Hirschi? Oké. Dit is... Ja, wij steken hier de armen in de lucht. Door handen geklapt, uiteraard. Ik vermoed dat u thuis ook wel naar uw scherm aan het kijken bent en zegt van miljarden Jew, wat is dat allemaal? Mensen sturen uiteraard Merksiaanse berichten, daar wagen wij ons niet aan, dat doet er ook niet toe. Deze Remco Evenepoel bezorgt ons zoveel plezier. Goh, en doet wat niemand voor mogelijk had gehouden, natuurlijk. Nee. Allee, José, zeg. Ja, Ruben, ik weet het niet meer. I can't believe this. I didn't feel good the whole race and in the end was a big risk to go in the attack with this early. But I know what power I can take in the climb and it's incredible. I really cannot believe this. You are the youngest winner of this classic. Oh, it's unbelievable. I'm going to be honest, it was really a dream to once win this race in my career and in my first year. I do it already. It's incredible. You are 19 years old. Where is your limit? Sorry? Where is your limit? I don't know. I really cannot say it. I really didn't expect this. It's incredible. Thank you very much and congrats. Thank you.